Ja, ik praat verder over fietsen met Martin Fournier van de CD&V. Dag mevrouw Fournier. Goedemiddag. Ja, het aantal ongevallen waar fietsers bij betrokken zijn is toegenomen. U heeft de minister ondervraagd en ik heb hem horen zeggen. Ja, de investeringen zijn toegenomen. Bij de aanpak van de zogeheten zwarte punten gaan we voortaan meer rekening houden met het aantal ongevallen dat daar gebeurt waar fietsers bij betrokken zijn. Bent u nu tevreden met zijn antwoord? Ja en nee. Voor eerst laat ik toch nog eens zeggen dat er goede cijfers zijn ook. Het aantal verkeersdoden zijn in zijn totaliteit gedaald. Dus het goede nieuws, het slechte nieuws is natuurlijk dat het aantal verkeersdoden bij de fietsers gestegen is. Dus het klopt dat de huidige minister een zware investering gedaan heeft op vlak van fietsinfrastructuur. 138 miljoen, zegt hij toch altijd. Nu, ik moet zeggen dat Gilde Kriffits zijn haarperiode toch ook al om en bij de 100 miljoen euro investeerde in fietsinfrastructuur. Ja, goed, dus de cijfers waren toen nog hoger natuurlijk, ja, hè, want het aantal ongevallen. Ja, dus de cijfers zijn inderdaad beter op vlak van verkeersveiligheid, verkeersongevallen. Dus dat is wel een heel goed teken, dus we zijn daar wel tevreden mee. Maar natuurlijk, ja, ieder ongeval, ieder verkeersdode is één te veel. Investeringen gebeuren, de switch is gemaakt ook in de hoofden van de politici, dat er meer geld moet vrijgemaakt worden. Maar dat wist u natuurlijk toch allemaal voor u die vraag stelde. Waarom heeft u die vraag dan toch nog eens gesteld? Wel, omdat we toch nog wel vragen als er nog extra bijkomende middelen, nog extra andere initiatieven komen. Bijvoorbeeld het punt dat ik ook gemaakt heb in mijn repliek was in verband met de bedrijfsleiders, de werkgevers, die dus heel zwaar investeren ook in fietsen voor de werknemers. Ja, ook wel een goed punt. Contracten afsluiten voor hun werknemers. Ja, voor elektrische fietsen, noem maar op. Dus dat is goed, dat werkt goed. De bedrijfsleiders zijn dat de bedrijven zijn daar heel tevreden mee. Maar anderzijds is het ook wel zo dat arbeidsongeschiktheid, als er iemand een ongeval heeft, arbeidsongeschiktheid teweeg brengt. Dus op dat punt moeten er toch ook wel extra initiatieven genomen worden, op vlak van preventie. Ik weet het, maar u vraagt dat nu aan de minister op het einde van deze legislatuur. Wat gaat u nog doen? Ja, heel veel zal het niet meer zijn natuurlijk. Maar als je zo redeneert, dan moeten we niks meer vragen. Dan is het met heel veel verschillende zaken. Spartacus, de vraag voor mij, juist hetzelfde. Kilometerheffing, juist hetzelfde. Dat is de tramverbinding tussen Limburg en Maastricht. Ja. Om terug te keren naar wat moet er dan gebeuren in de volgende legislatuur. Ik heb u ook horen zeggen, iedereen belooft vandaag heel veel geld voor fietsinfrastructuur. Uw partij doet dat ook. De Fietsersbond heeft naar aanleiding van de vaststelling dat er meer fietsers betrokken zijn bij ongevallen gevraagd om 500 miljoen. Klopt. En hoe beter natuurlijk. Want we moeten ook realistisch zijn. Als wij van onze partij zeggen van we zitten nu aan een goede 100 miljoen, we willen verdubbelen, 200, 250 miljoen. Het moet nog allemaal kunnen gerealiseerd worden. Dus die 500 is te veel? Nee, voor mij is dat niet te veel. Als dat kan gerealiseerd worden, maar er gaan duidelijke keuzes moeten gemaakt worden, ook in de volgende legislatuur. We kunnen niet en doen. Als we kijken naar het openbaar vervoer, onze partij is ook vragende partij, om daar extra budgetten te geven aan de lijn. Dus op basis van de vervoersregels die nu gaan gesteld worden. U gaat zich vandaag niet vastpinnen op die 500 miljoen? Op die 500? Nee, wij pinnen ons vast op zeker 200 miljoen voor fietsinfrastructuur en extra budget voor openbaar vervoer, omdat dat ook aan elkaar gekoppeld kan worden op vlak van basisbereikbaarheid. Het is een en-en verhaal. Het is niet alleen de fiets. Zit vandaag bij één minister. Dat kan dan maar best zo blijven. Dat zou best zo blijven. Ja. Dus veranderen in de vorige legislatuur. En wij zijn toch zeker voorstander om mobiliteit en openbaar werken onder één minister te doen. Ja, zoals vandaag. Nu, vandaag rijden gewone fietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen, transportbedrijven die per fiets hun bestellingen doen, allemaal op hetzelfde fietspad. Je hoort wel vaker stemmen opgaan die zeggen misschien moeten we dat van elkaar scheiden, want het wordt te druk op de fietspaden. Het wordt inderdaad te druk. We hebben een hele race van verschillende fietsmogelijkheden, allemaal op hetzelfde fietspad. We gaan echt moeten kijken om daar keuzes in te maken en daar eventueel meer plaats voor de fiets te geven in het verkeer. Ik weet niet of u de reportage gezien heeft vorige week of twee weken terug van Pano. Ja, van Utrecht. Dus dat was een heel pakkende reportage. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken, omdat ze toch in Nederland in Utrecht die switch gemaakt hebben, ik ga niet zeggen van de een op de andere dag, maar toch op een heel korte termijn. Wij gaan de auto bannen uit een stadscentrum, wij gaan plaats maken voor de fiets en dan pas kan men de ruimte hebben om de fiets een plaats te geven. Hoor ik u pleiten om dit dan maar te doen in alle centrumsteden? Niet in alle centrumsteden. Ik denk dat er keuzes gaan moeten gemaakt worden van in welke delen van bepaalde centrumsteden kan dat. Dat kan natuurlijk niet in alle centrumsteden. Goed, maar op zijn minst onderzoeken, hoor ik. Op zijn minst onderzoeken dat we echt wel die plaats geven aan de fietsers. Want zoals er een straat nu bij ligt, is het gewoon praktisch niet haalbaar om al die verschillende vervoersmodi in die straat te steken. En moet dat fiets
Moet dat fietspad in Mecum, dat de richtlijnen uitschrijft waaraan fietspaden moeten voldoen, moet dat bindend worden gemaakt? Want ja, lokale besturen kunnen daar vandaag van afwijken. Groen vraagt om dit bindend te maken. Is dat... Ja, maar bindend, ik heb daar ook soms vragen bij, omdat je op bepaalde plaatsen omdat je gewoon geen mogelijkheid hebt om dat fietspad in Mecum te volgen. Als je nu kijkt aan bepaalde stukken, als je nu ik zeg maar eens 5 kilometer fietspad zou kunnen aanleggen en er is een bepaald klein stukje waar je de mogelijkheid niet hebt om aan dat fietspad in Mecum te voldoen, ja, dan is het moeilijker om die fondsen vrij te krijgen om dat fietspad aan te leggen. Ik denk dat er daar soms wel iets soepelder moet mee omgegaan worden, maar toch echt wel niet 100% bindend maken, maar toch wel heel realistisch ernaar streven om zo goed mogelijk, zo veilig mogelijk, zo goed mogelijk fietspad te kunnen aanleggen. Maar voorrang voor de fiets, hoor je toch wel zeggen. Voorrang voor de fiets, dat zeker. Okay. Ik denk dat we gewoon naar een switch moeten gaan op vlak van mobiliteit en dat we de fiets echt wel een prominente plaats moeten geven in het verkeer. Dat is duidelijk. Mevrouw Fournier, bedankt voor dit interview. Blijf bij ons, beste kijker. We gaan straks hebben over de klimaatdoelstellingen en de houding wat dat betreft van de Vlaamse regering. Tot zometeen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.